Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Charlotte en ik heb een zoontje, Noah, en een vriend Sven. En wij wonen in Enkhuizen met twee katten. En je kijkt nu naar een vlog. Ik ga de hal bovenop knappen. Ik val gelijk met de deur in huis. Ik heb hier een kopje koffie, want het is nu kaal. Er staat een kast, die wil ik weg hebben, want het is meer een soort dumpplek geworden voor spullen van Sven. En ook van mij, maar we doen even alsof het alleen van Sven is. Ik wil gewoon heel graag een hele mooie... Moos. Ik wil gewoon heel graag een hele mooie fotowand. Zal ik alvast... Nee, ik ga het nog niet laten zien. Ik had namelijk zo'n fotowand samengesteld op de laptop. Dat kun je doen. Ik had helemaal op de website, kon ik dan zelf allemaal foto's invoegen bij de formaten die ik dan tof vond. Dat heb ik gedaan. Ik heb allemaal lijsten en posters van de Senio binnen. Ik had nog twee onwijs grote lijsten boven liggen. Van een hele tijd geleden had ik die daar besteld. Nu heb ik dus... Er was één grote lijst van een fotowand die ik erbij wilde hebben. Maar die heb ik dus al hier, die lijst. Dus die heb ik niet hoeven bestellen, snap je nog? Maar ik wil gewoon heel graag samen met jou die hal... Ja, ik wou zeggen kale hal, maar hij is nu nog niet kaal. Want er staan nu allemaal spullen op en dat wil ik niet meer. Ik wil gewoon dat hij clean is en dat er gewoon een mooie fotowand is. Dus laten wij samen die hal gaan opknoppen. Helemaal leuk. Moos is er ook weer bij, zoals altijd. Deze fotolijst, deze is 70 centimeter bij een meter. Die had ik al. Een hele doos vol met posters en lijsten. Van 45% op posters en 10% op lijsten. Dat is echt heel erg veel. Ik zal alles even hieronder in de beschrijving zetten. De code is Hoeboer, mijn achternaam. Maar ook dat zal ik eventjes hieronder in de beschrijving zetten. Kijk even, check het even en maak hier vooral gebruik van. We zijn een paar dagen verder. Het is donderdag. Noah is niet lekker. Zijn tandjes komen door. En mijn neef is er. En Noah staat dus de hele tijd. Hij moet elke keer zo huilen als hij Robert ziet. Oh, echt? Ja. Eigenlijk moet je dan daar kijken. In dat rondje. Dat is nog een beetje lastig, hè? Lukt het, mannen? Ik heb nog eentje blauw. Wat is... Zullen we het plaatje met Moos even bijpakken? Ja. Kijk hoe smal dit is hier. Kijk. Dus deze moet gewoon nu nog gehalveerd worden. Ben je zo beroerd? Kijk. De mannen hebben sushi gemaakt, maar dit is echt amazeballs. Robert? Super lekker. Echt lekker. En Robert, jij hebt een heel leuk Instagram account, toch? Ja. Wat laat je daarop zien? Carp Angler Cossie. Semi-professioneel carp vissen. Maar wat carp vissen. Allemaal even volgen, vindt hij helemaal leuk. Ik zal het...
Serieus. Hij ligt net een half uur op bed voor zijn middag dus. Gaat hij zitten in zijn bed, hoesten. Ik hoop echt dat hij tot een uur of drie, half vier minimaal gaat slapen, want hij is helemaal niet lekker. Ik heb schoenen besteld. Ik heb deze laarzen besteld en ik vind ze echt heel erg mooi. Alleen er is één ding. Ik heb twee verschillende maten. Rechts is echt maat 39 en links is maat 38. En links zit bij deze schoen gewoon echt niet lekker. Terwijl rechts gewoon prima zit. Dus ik denk toch dat ik het terug ga sturen. Ik baal daar heel erg van. Want als er iets is wat ik haat om te doen, is het wel schoenen of kleding terugsturen. Nou bestel ik niet heel vaak dingen. Maar nou goed, ik lekker shot ook zo. Hè? Ik baal er echt van. Noah is weer gaan liggen trouwens. Dus ik denk dat ik zo even gewoon in de wijk een rondje ga wandelen. Dat hij gewoon even buiten is. En als Sven thuis is, hoop ik dat ik even kan gaan douchen. En een spreektennetje kan gaan doen. Want ik ga vanavond naar Aniek. Ik ga namelijk met Aniek en Marvin stappen. Oh my god. Wat zei jij net? Wat ging jij net zeggen? Wat zei jij net? Ja, nou ga je het natuurlijk niet meer zeggen. Hij zei mama. Ging ik naar de wc, ging je aan mijn benen hangen. Mama, ging je zeggen. Ja. Papa. Ja, papa. Mama. Ach, ik kan wel janken. Ik ben mijn paracetamol aan het klaarleggen voor vannacht. Want die ga ik weer nodig hebben. Ja. Wat zeg jij net tegen mij? Nou, ik had snoep gehaald in de supermarkt. Ja. Maar toen ik thuis kwam, toen dacht ik, ik laat hem in mijn auto liggen. Ja. En dan pak ik hem wel als jij weg bent. Alsof het een soort geheimpje voor jou is. Jij bent bang dat ik het snoep ga eten. Ja. En wat voor snoep is het? Drie zakken. Drie? Ja, ik hoop wel dat Noah een beetje een goede nacht maakt. Want die is zo beroerd. Ja. Arm mannetje. Oké, ik ga douchen. Richting Aniek. Ik zei... En ik zei, je laat je buurvrouw toch wel binnen. En ik ben weer thuis. Ik heb de camera even uitgelaten verder bij Aniek. Want dat was hartstikke gezellig. Maar ja, wacht, er zit wat op de... Noah ligt op bed. Die is behoorlijk beroerd. Ik voel me niet topfit. Dus dacht ik, het moment om mijn keuken helemaal te gaan verbouwen. Maar ik wil het echt al heel lang. We hebben van dat goudfolie. Kijk, dit. Hier hebben wij goud. En in mijn hoofd was dat heel tof met het zwart. Maar ik vind het gewoon een beetje goedkoop oog of zo. Het is super mooi gezet. Ook door degene die onze keuken gerapt heeft. Daar ben ik mega blij mee. Alleen het goud is gewoon niet wat ik... Ja, ik weet niet. Het klopt gewoon niet in mijn hoofd. En heel eerlijk, dat had ik al vanaf het begin. Hier zit een beetje een soort... wit. Ja, wat is het? Dus er zit wit in dit blad. En ik vind dat gewoon niet mooi matchen met de keuken, dat goud of zo. Dus ik ga het eraf halen. Nou heb ik de stopcontacten wel ook goud gespoten toen de tijd. Dus dat moet ik weer wit gaan spuiten. Ik heb geen idee of dit er goed af gaat of niet. Maar dat gaan we meemaken. Ik heb het helemaal leeg gemaakt. Kijk, ik heb alles hier neergezet. En... ik wil dit grijs weg. Want ik vind het niet mooi. Ik vind het te grijs. Ik vind het te kil. Dus ik wil heel graag... we hebben in de woonkamer hebben we alles crème zoals je kunt zien. Dus dit crème wil ik ook hier hebben. Misschien dat ik het behang dan wat mooier vind. Of ik wil hier een ander behangetje. Ik zit er ook aan te denken om te kijken of ze deze bollen allemaal in het grijs hebben. En ik wil hier een zwarte pot. Want dit is met een soort werkje erin. Misschien dat het weer wat mooier wegvalt als dit crème is. Alleen nu vind ik het gewoon niet mooi matchen. Maar goed, het zit in mijn hoofd. Misschien dat jij denkt, nou die is niet goed. Maar ja. Kijk, ik vind het echt, ik ben hier heel blij mee. Ik vind het zoveel mooier. Maar het is echt een klus om het eraf te krijgen. Dus Sven zei, je moet het even met de föhn doen. Alleen op dit moment, kijk, je kan niet goed hier aan trekken.
En het is heel lastig om het in je eentje te doen. Maar goed, ik snap ook dat Sven zegt, het is jouw project, dus doe je ding. Ik heb hier geen zin in nu, dus ja, ik moet het in mijn eentje doen. Alleen er is dus net een nagel gescheurd. Ik ben er heel blij mee. Ik vind het wel echt veel rustiger. Dus ja, gaan we even verder. Ik ben de hele tijd al aan het voelen. Half negen 's avonds. Zijn we dit aan het doen? Sven vindt het echt niet leuk. Hij vindt het heel wit en heel kaal. Alleen ik weet dat hier weer een plant bovenop komt. En dat ik hier bijvoorbeeld van die houten planken weer ga neerzetten. Ja, ik vond dat goud gewoon niet mooi. Ik weet niet. Ik voelde het niet. Ja, ik ben hier dus wel heel blij mee. Het gaat heel moeilijk los. Echt heel moeilijk. Maar ja, dat hebben jullie gezien. Kijk, hier zit ik weer helemaal vast. Sven vindt het echt niet heel erg leuk. Maar goed. Oh, en hallo, ik ben Maza. Laat even weten. Wat vind je van de fotowand? En wat vind jij ervan? Van dit? Dat ik dit goud eraf haal? Ben ik ook even benieuwd naar. Ja, daag!